We hadden toch echt een persbericht met een uitnodiging gekregen. Op woensdag 19 juni zou op de Bibi en Mantel Playground, de pumptrackbaan en de inclusieve speeltuin in Loosdrecht een feestelijke kick-off plaatsvinden van de sportieve zomer. Bij aankomst bleek het er best gezellig met een aantal enthousiaste skaters, bikers en steppers, maar van het beloofde spektakel was geen sprake. Kennelijk is het evenement uitgesteld tot 31 juli, dus midden in de zomervakantie. Ook dan is iedereen met of zonder fysieke uitdaging welkom om samen te komen sporten. Er staat dan onder andere een rolstoelvaardigheidskliniek op het programma. Er komt een DJ-truck en een foodtruck. En wie wil mag een BMX-fiets uitproberen of een stepje. Het motto is en blijft gelijke kansen voor iedereen met een lichamelijke uitdaging. Mensen zijn vaak tot meer in staat dan ze zelf denken.